2.2 dus, hè. Dus na 2.1, de taalproblemen, gaan we het hebben over de driehoek van Pascal en het binomium van Newton. Het is bijna een geschiedenisles. Ja, je ziet daar twee hele belangrijke namen passeren. Pascal en Newton zijn twee heel bekende wiskundigen. En die hebben heel wat bijgedragen aan de wiskunde en onder andere ook in dit domein. Dus in het domein van de taalproblematiek. Ja, dat is een domein dat al heel lang meegaat, hè, waar heel veel onderzoek naar gebeurd is in het verleden en zij hebben daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Dus er zit daar wel... Ja, er zitten toch wel een paar hele mooie resultaten die in deze les aan bod gaan komen. En dus dat wil ik u zeker niet onthouden. Wat gaan we doen? In eerste instantie gaan we het hebben over wat we noemen binomiaal getalletjes. En ja, ik ga beginnen met een voorbeeldje. Wat wil ik doen? Ik wil eigenlijk op twee totaal verschillende manieren, zo lijkt het toch, hè, het totale aantal deelverzamelingen tellen van een verzameling met vier elementen. Misschien moet ik u even bedoelen wat, of uitleggen wat ik bedoel met een verzameling met vier elementen. Wat is dat? Dat is gewoon een verzameling in wiskunde. Die wordt zo typisch aangeduid met die accolades. Hè. Het zit naar vier elementen in, namelijk A, B, C, D. Ja, zo eenvoudig is dat. En ik wil eigenlijk weten, die vier elementen, dat is eigenlijk al één verzameling. Dus één van het totale aantal, dat is al de verzameling op zich. Dus de volledige verzameling A, B, C, D is één van het totale aantal dat ik wil verdelen. Of tenminste berekenen. Natuurlijk, wat kan je ook doen? Je kan daar nu selecties uit gaan maken. Dus je kan bijvoorbeeld gaan zeggen van, ik zeg maar iets, ik ga twee elementen bekijken van die vier. En in plaats van nu domweg, als ik mag zeggen, domweg te beginnen tellen, moet je proberen om dat te gaan vertalen in een taalprobleem. Dus als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de paren, zo noemen we dat, een paar, dat is een verzameling met twee elementen, hè. Denk aan een paar schoenen. Als we de paren willen kennen, dan moeten we dus eigenlijk twee van die vier elementen gaan selecteren. Dus als ik denk aan mijn taalproblemen, dan denk ik aan mijn k is 2 en mijn n is gelijk aan 4. En dan is de vraag voor jullie, die voor de hand ligt uiteraard, denk je dat de volgorde daarin zou belangrijk zijn? Denk je dat er daarbij herhaling zou optreden, ja of nee? Wat vermoeden jullie? Stel je voor dat ik twee van de vier elementen wil gaan selecteren. Zou de volgorde daarin belangrijk zijn? Zou er herhaling optreden, ja of nee? Je kunt de chat gebruiken, op microfoon, om mee te denken. Volgorde is niet belangrijk. Ja, ik denk dat ook. Allee, het is natuurlijk een beetje afhankelijk. Je moet het goed begrijpen in de zin van bij een verzameling, dat is iets dat je eigenlijk wel een beetje moet weten. Bij een verzameling is je volgorde nooit belangrijk. Als je spreekt over de verzameling, als ik spreek over de verzameling 6 wetenschappen wiskunde 6b, want dat kan ik in principe. Ik spreek dan over de verzameling die de klas 6 wetenschappen wiskunde 6b vormen. Ja, dan heb ik daar niet echt een volgorde in vastgelegd. Ja, dan is het niet zo dat ik die in een bepaalde volgorde wil gaan opnoemen. Nee, dat zijn gewoon alle leerlingen uit die klas die daarin zitten. En Victor bevestigt ook, we gaan natuurlijk geen herhaling hebben. Je gaat geen twee keer A kunnen gaan kiezen. Een element kan maar één keer voorkomen in een verzameling. Dat is ook typisch. Ja, dus je kan dat element hier geen tweede keer gaan insteken. Dus welk soort taalprobleem is dit? Als we er 2 uit 4 willen halen, hoe hebben we dat genoemd? Volgorde niet belangrijk, herhaling niet. Hoe noemen we dat? Hebt u cursus bij u, mag ik hopen? Ja, dat is een combinatie. Hè? Dus met andere woorden, door middel van combinaties kunnen we al die deelverzamelingen gaan berekenen. Dus ik heb dat gedaan. Dus eigenlijk het totale aantal, hashtag, hè, dus de afkorting die we gebruiken voor aantal in wiskunde. Ik kijk naar het aantal deelverzamelingen met 0 elementen. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar voor jullie, maar in verzamelingenleer wordt ook de lege verzameling, ja, waar er dus niets in zit, altijd als een deelverzameling gezien. Nou, men taalt dat altijd mee. Waarom doet men dat? Ja, je zou dezelfde vraag kunnen stellen over waarom ga je bij de natuurlijke getallen het getal 0 toevoegen. Dus dat is gewoon een afspraak. Moet je daar niet veel van aantrekken, dat is een afspraak. Dus het aantal deelverzamelingen met 0, of, hoort mij zeggen of, dus plus, wiskundig gezien, het aantal deelverzamelingen met 1 element, het aantal deelverzamelingen met 2 element, het aantal deelverzamelingen met 3 element, en het aantal deelverzamelingen met 4 element. Juist, hè? Dus dat betekent, deelverzamelingen met 0, dat is een combinatie. Oei, ik heb ze hier omgekeerd gezet trouwens. Dat is een foutje. Dat moet natuurlijk 0 uit 4 zijn. Ik zou dat beter direct aanpassen. Hè. Dat is een... het zal iets te veel werk zijn. Ik ga dat dan een keer straks moeten doen. Huidige. Dat moet hier omgekeerd zijn. Hè. Sorry. Dus dan moet hier natuurlijk... Die twee moeten gewisseld zijn. Dacht ik. Hè. C, K, N, die staan omgekeerd. Hè. Maar goed. Ik ga dat straks aanpassen op de definitieve slides. De C04... C1-4, C2-4, C3-4 en C4-4. Juist, hè? Dus eigenlijk komt dat daarop neer. Dan moet ik die gewoon allemaal gaan berekenen. Ja, dat is een leuke oefening voor thuis. Ik moet dat nu een keer proberen. Hè. Hoeveel is dat C04?
Heb je een klapblaadje bij u, mag ik hopen? Zonder rekentoestellen. Hoeveel is C04? 1. Ja, dat is ook logisch, hè? Want je hebt natuurlijk maar één lege verzameling. Akkoord. Er is maar één lege verzameling. Hoeveel is C14? Denk daar een keer over na. Pak u een klapblaadje, reken het uit. Je weet dat je die vaardigheid echt wel onder de knie moet beginnen krijgen. Dat moet vlotjes gaan, vind ik. Je moet die vaardigheid onder de knie krijgen. Dat is inderdaad 4. Want dat is 4 faculteit op 1 faculteit, 3 faculteit. Dus dat is gewoon 4. Ja, hoeveel deelverzamelingen zijn er maar één element? Ja, 4, hè. A, de verzameling met element A, de verzameling met element B, de verzameling met element C en de verzameling met element D. Evident, hè. Hoeveel deelverzamelingen met 2 elementen? C24 dus. 12. Is niet juist. 6. 6, hè? Ja, 4 x 3 gedeeld door 2. 4 faculteit op 2 faculteit, 2 faculteit. 4 x 3 gedeeld door 2. Er zijn er 6, hè? A, B, A, C, A, D. B, C, B, D. C, D. Ja, dat zijn er 6, hè? Klopt, hè? C, 3, 4. C3, 4. 4, ja. Dan toch deelverzameling met 3 elementen. Dat zijn er 4. 4 faculteit op 1 faculteit, 3 faculteit. ABC. ABD. BCD. ACD. Ik heb ze allemaal. Deelverzameling met 4 elementen. Hoeveel zijn er dat? Uiteraard. Eentje, hè. Ja, dat is de verzameling zelf. Dus daar staat 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Juist, hè. Je kunt het dan uitrekenen. Hè. Dus dat blijkt in totaal, wat is het, 16 te zijn zeker. En je vindt het resultaat. Nu, er is nog een tweede manier om dit te berekenen. Ja, en die tweede manier die bestaat er eigenlijk uit dat je van elk element gaat zeggen of dat het tot de verzameling behoort, ja of nee. Ja, snap je? Ik ga proberen, hè. Ik ga het proberen uit te leggen. Hè. Kijk, eigenlijk ga je elke deelverzameling zien als een codewoord. Bijvoorbeeld 0011. Dat is eigenlijk de deelverzameling CD. Snap je? Juist, hè? 0011. Dat betekent 0, 0 betekent... Die eerste twee nulletjes betekenen A en B zitten er niet in. Die twee eentjes betekenen C en D zitten er wel in. Dus je kunt dat zien als de deelverzameling CD. Oké, okay, hoeveel van die codewoorden kunnen maken? Er is een oefening die we al gemaakt hebben, hè? Bij taalproblemen. Hoeveel van die codewoorden kan je maken? Welk soort taalprobleem is dit? Zestien, maar waarom 16? Dat weet ik ook wel. Dat er 16 zijn, moet natuurlijk hetzelfde zijn als dat heel erboven staat. Hè? 4 in het kwadraat, dat is fout. Nee, dat is niet juist. Wie zegt het juist? 2 tot de vierde. Ja, dat is wel juist. Ja. Maar je moet dus eigenlijk 4 keer kiezen uit 2. Ja, herhalingsvariatie. Je moet 4 keer kiezen uit 2. Je moet 4 keer kiezen tussen 0 en 1. En het aantal codewoorden is 16. Dus wat zie je? Ik heb 2 totaal verschillende manieren om dit te berekenen. Dat is duidelijk. Wel, ik beweer, er is wel een verband tussen die twee manieren. Dat is geen toeval. Dit is geen toeval dat we dat op die twee manieren kunnen berekenen. Er zit daar een systeem in. Ja. Moest ik daar nu in plaats van een verzameling van 4 elementen, moest ik nu gezegd hebben een verzameling van 20 elementen, ja, dan ging die berekening ook weer hetzelfde verhaaltje opleveren. Dan gingen we 2 tot de 20ste van die deelverzamelingen hebben. En dan ging dat ook op diezelfde twee manieren kunnen berekenen. En blijkbaar is dat zo dat die getalletjes die hier optreden, CKN, dus hier staan ze trouwens wel juist, hè. Kijk, hier staan ze juist, zie je? CKN, dat is de juiste definitie. Hè. Dus ik ga straks op de slides deze K en deze N moeten wisselen. Ja, die CKN, dat kennen wij, dat is N-faculteit op K-faculteit en K-faculteit. Dat is een combinatie, maar we noemen dat ook een binomiaal getal. Een binomiaal getal van K uit N of een binomiaal coëfficiënt. Nu, ik moet toegeven, ik ga dat woord binomiaal getal, binomiaal coëfficiënt, ik ga dat niet zo vaak gebruiken. Dus op zich is dat niet zo belangrijk. Maar ik geef het maar mee voor de volledigheid, omdat er, ja, het hoger onderwijs spreekt men dan opeens over de binomiaal getallen en dan weten ze niet wat het is. Maar je hebt het wel gezien. Hè. Het wordt zo, trouwens soms ook in bepaalde handboeken op deze manier genoteerd. En hier heb ik mij niet vergist. Dus de N staat dan boven de K. En dat is natuurlijk enorm verwarrend, dat begrijpen jullie. Dus ik ga die notatie die hier staat niet gebruiken.
Even benadrukken, ik ga die notatie nooit gebruiken. Ik toon het u gewoon één keer, dat als je straks in de NIF zit, dat je niet zegt van, tja, je hebt dat niet gezien, je hebt dat wel gezien, maar ja, oké, ik gebruik liever de notatie CKN. Oké? Het is in dit geval wel zo dat N en K natuurlijk getallen zijn uiteraard, en K ligt wel tussen 0 en N, hè. Dat is hier wel voldaan. K is kleiner dan N, waarom? Het is een combinatie. Hè. Het is een combinatie van K uit N, dus als je dat hier bekijkt, bij een combinatie van K uit N is K altijd kleiner dan N uiteraard. Hè. Dat weten we ook. Oké, dat is gewoon terminologie, mensen. Dat is nu niet zo belangrijk. Maar waar dat ik nu wel wil op terugkeren, is dat verband. Dus blijkbaar kan ik hetzelfde probleem oplossen op twee manieren. Door middel van die combinaties en ook als gewoon een macht van twee. Als een code van. Zo zou je het kunnen zien. Wel, er zit daar een heel mooi systeem in. Als je dat een beetje veralgemeent. En dat systeem dat staat bekend als, is heel beroemd trouwens, je hebt het misschien al gezien door een andere leerkracht, misschien wel een keer aangereikt, in het vierde jaar zelfs. Bijvoorbeeld meneer De Vries, die doet dat wel, denk ik. Die spreekt ook wel een keer over de driehoek van Pascal. En die ziet er dus eigenlijk zo uit. Dus ik heb daar straks heb ik uit die driehoek, als je dat een keer goed bekijkt, heb ik het een en het ander berekend. Hè. Namelijk, ik had, kijk, deze rij eigenlijk gevonden. Deze rij, dus de 1, 4, 6, 4, 1. Klopt, hè? Check het maar een keer terug. Denk maar een keer terug na. De C04, de C14, C24, C34, de C44. Dus ik heb eigenlijk deze rij uit de driehoek van Pascal berekend. Nu, die driehoek van Pascal, ik heb daar een paar dingen aan toegevoegd. Dus ik heb daar rijnummers. Dus je begint te tellen vanaf 0. Dus 0, 1, 2, 3, 4 enzovoort. Tot en met de tiende rij staat hier. Dat is duidelijk. En ik zie ook op de diagonaal, wat diagonaal, het is te zeggen, eigenlijk op het eerste dat je daar tegenkomt, wat is dat eigenlijk? Ja, dat is altijd de k gelijk aan 0. Ja, dus je hebt de n en de k. En hier heb je altijd k gelijk aan 0. Dus wat bedoel ik daarmee? Die laatste 1 die hier staat, links beneden, dat is eigenlijk de combinatie van 0 uit 10. Snap je? C010. C010, dat is inderdaad gelijk aan 1. En als je zo opschuift, dan vind je k gelijk aan 1, k gelijk aan 2, enzovoort, k gelijk aan 3, en zo gaat dat maar verder. Zie je? Dus ik heb dat hier even gedaan. En je krijgt dit soort roostertje. Ja, het is een soort van graadvorm, hè, zou je kunnen zeggen, zo, maar allemaal zeshoekjes. Ja. En op die manier heeft je daar dus ook betekenis aan. Dus als je er eentje uitneemt, bijvoorbeeld een dien, die 21, is er mij iemand die mij kan zeggen over welke combinatie dat dan nu gaat? Dat is de combinatie van wat waaruit? Wie probeert? 5 uit 7. Ja, dat is de combinatie van 5 uit 7. En dat klopt, hè? Want de combinatie van 5 uit 7 is 7 faculteit op 5 faculteit, 2 faculteit. Dat is 7 maal 6 gedeeld door 2. 42 gedeeld door 2 is 21. Dat klopt. Ja? Bemerk hoe vlot ik die combinaties kan uitrekenen. Hè? Ik blijf beweren dat dat belangrijk is. Dat je voor kleine getalletjes, al die getalletjes die hier staan, die moeten jullie uit het hoofd kunnen uitrekenen, vind ik. Ja? Dat moet haalbaar zijn. Dus dit is een voorbeeld van de combinatie van 5 uit 7. Nu, als ik die driehoek goed bekijk, dan zit daar een zeer merkwaardige structuur in. Er zitten daar een aantal eigenschappen in. De eerste eigenschap, ja, die herkennen we eigenlijk dankzij ons vorige voorbeeld. Kan er mij iemand een formule geven voor de som per rij? Dus als je per rij, per n, alles gaat optellen, dan kan je mij een heel eenvoudige formule opschrijven. Wat is de formule voor de som per rij? Ik moet dat maar een keer doen voor een paar voorbeeldjes. Dan gaat dat zien. Het is altijd maal 2 als ze naar onder gaan. Ja, dat klopt. En kan je dan in het algemene formule geven voor een willekeurige rij? Want nu zeg je, nu heb je het een beetje recursief gedaan. Hè? Nu zeg je van, ah, het is de vorige maal 2. Dat klopt. En kan je dan... N-1 maal 2 of zo. Nee, dat gaat niet kloppen, hoor. Denk een keer na. Je doet eigenlijk iedere rij dat je verder gaat, moet je maal 2 doen. Kan je dan een eenvoudig voorschrift schrijven voor een willekeurige rij? Voor die tiende rij bijvoorbeeld, wat gaat dat dan zijn? De som van die getallen. Een 1 maal 2 toch gewoon? Of? Nee, dat klopt niet. Als je zegt n min 1 maal 2, dan is voor de tiende rij de som van de getallen 18. Dat kan u toch niet? Ja, dat heb ik nog niet gezegd. Ah, toch, het zegt n min 1 maal 2, dat heb ik verstaan. N9 maal 2 voor de tiende rij. N9 maal 2, wat bedoel je N9 maal 2? Dus de 9e rij maal 2. Dus ja, maar dat weet ik wel, maar ik wil een expliciet voorschrift voor het aantal, voor de som en de tiende rij, zonder dat ik die 9e rij moet kennen. Snap je? Ik wil gewoon een voorschrift, ik beweer dat je direct kunt berekenen hoeveel dat de som is in de tiende rij. Door middel van een expliciet voorschrift. Doe gewoon dit en je hebt het.
Welk voorschrift is dat? Denk aan, ja, vorig jaar, exponentiële groei. Daar hebben jullie dat gezien. Exponentiële groei. Dit is een soort van exponentiële groei. Dan moet je dan met die U gebruiken. Zo, U, N. Nee. We zoeken het veel te ver. Allee, nulde rij, som is 1. Eerste rij, som is 2. Goed onthouden, hè? Eerste rij, som is 2. Tweede rij, som is 4. Derde rij, som is 8. Derde rij, som is 8. Vierde rij, som is 16. Wat is het verband tussen 3 en 8? Wat is het verband tussen 4 en 16? Vijfde rij, som is 32. Wat is het verband tussen 5 en 32? Welke formule zoek ik? Zesde rij, som is 64. De formule stond op de vorige slide trouwens. Want daar hebben we op twee manieren berekend hoe je het aantal deelverzamelingen kan tellen. En het is die tweede manier die ik zoek. K tot de einde. Ja, en wat is K, wat is N in mijn voorbeeld? Hetgene dat voorkomt. Nee. Het maakt het veel te moeilijk. Het is K tot de einde, maar wat, ja, hoeveel is K? Ik bedoel, in dit voorbeeld. Die N is al juist, ja. Maar... 2 tot de rij. Ja, het is 2 tot de N. Ja, dat was het. De som per rij is 2 tot de N. Dames en heren, we hadden toch daar straks 2 tot de vierde, weet je nog? Aantal codewoorden, 2 tot de vierde, 16. Ja, ja, hè? Hier, hè? 2 tot de vierde, 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. Dat was 16, 2 tot de vierde, dat blijkt te kloppen. Nou, klopt, hè? Dus de som per rij is gewoon de macht van 2, 2 tot de N. Ja, zo makkelijk is het, hè? Nu, er is nog iets. Ken ik het terug. Wie ziet dat? Wie ziet hoe je een bepaalde rij kan aanvullen als je de vorige kent? Leuke vraag. Bijvoorbeeld, ik pak de zevende rij. Volg met mij mee. De zevende rij. Hoe kom ik aan die 21? 8 plus 15. Oh nee, 6 plus 15. Ja. En klopt dat? We gaan een keer kijken, hè. 84. Is? 28 plus 56. Ja, inderdaad. Dat is opvallend, hè? Ik heb daar rondje aan geduid. 35 is 20 plus 15. Ja, lijkt te kloppen, hè? Ja, dat is een eigenschap die overal klopt. Die overal klopt. We gaan proberen die eigenschap een keer in het algemeen te definiëren. Ja, denk goed na nu. Die 35, dat is in mijn voorbeeld C47. Juist, hè? Nu, in het algemeen is dat CKN. Nou, als ik niet 35 neem, maar ik ga ergens anders gaan staan, dan is dat CKN. Wie kan zeggen welke volgnummers, welke combinaties er daar dan boven staan? Wie probeert? Als die 35 bij mij CKN is, wat is die 20 dan? Denk goed na. Als die 35 CKN is... En K-menin of zo? Ja, K min 1, N min 1. Dat is de C van K min 1, N min 1. Want je moet 1 K rij terug. Zie je dat? Deze ligt op die diagonaal. 20 ligt een diagonaal eerder. En 20 ligt ook een rij eerder. Dus C K min 1, N min 1. En wat is 15? Als 35 C K N is? N min 1 K plus 1? Nee. Of 1 gewoon K? Dus inderdaad, de CKN is blijkbaar, als je een algemene eigenschap wilt vermelden, is dat CK min 1, N min 1 plus CK N min 1. Klopt, hè? Dat is eigenlijk wat hier staat. Je moet die eigenschap, moet dat niet zitten van buiten leren, hè? Moet niet straks deze namiddag 25 keer opzeggen, CKN is CK min 1, N min 1 plus CK N min 1. Hè? Dat moet je niet doen, hè? Ik had dat geen kat onthouden, hè? Maar wat je wel moet doen, is, wat je wel moet begrijpen, is hoe dat wordt opgebouwd. Dus je moet bijvoorbeeld, als ik een willekeurige rij geef, de volgende kunnen geven. Dat lijkt me nogal basic, hè? Dat zou natuurlijk moeten haalbaar kunnen zijn. En je moet ook, als ik een willekeurige rij heeft, kunnen zeggen over de hoeveelste rij dat gaat. Dat moet natuurlijk ook lukken. Dat zijn zaken die wel belangrijk zijn. Nu, we gaan daar straks ook wat tegenkomen in de oefeningen. Deze formule is de formule van Stiefel-Pascal. Enfin, het is maar dat je het weet. Je moet die niet van buiten gaan leren. Nogmaals, je kunt die formule heel mooi bewijzen op twee manieren. Je kunt ze ofwel moet doen door te rekenen, ofwel moet doen door een beetje inzichtelijk te werken. Maar enfin, ik ga het nu... voor deze keer niet doen. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet 3 hartzaal te doen, vind ik. Hè?
Nu, er is nog iets anders. Ja? En dit is dan weer wel belangrijk. Dit is wat we noemen het binomium van Newton. Je ziet dat daar staan, hè, mensen. En dit is wel belangrijk. Waarover gaat dat? Wel, je moet een keer goed kijken. Ja, de formule staat er, maar ik ga ze proberen uit te leggen. Hè. Hoe kom ik daaraan? Wel, als n 1 is, dan staat daar a plus b tot de eerste. Aan de linkerkant. Daar zijn we het over eens. Hè. Nu, dit symbool ken je. Dit is een sommatiesymbool. Hè, van 0 tot n. Dit is een symbool dat je onder andere bijvoorbeeld in de integratietheorie bij mij in de les hebt ontmoet. Hè. Dat is iets dat je zeker kent. Dus dat betekent dat je moet de som nemen van 0 tot n. Dus als ik dat doe, dan betekent dat dat in deze uitdrukking de n, dat die altijd 1 is. Dus ik kan dat al doen. Dus ik ga de n vervangen door 1 daar en daar. Ja. En mijn k die begint bij 0 en die eindigt bij 1. Dus er zijn twee waarden voor k, namelijk 0 en 1. Dus wat staat er als we dat uitrekenen? Er staat c 0, 1, a tot de 1 min 0, kortweg a tot de eerste, b tot de nulde. B tot de nulde is uiteraard gelijk aan 1. En de volgende term, dus met de plus, de volgende term, dus dan moeten we naar k gelijk aan 1, dan staat er c 1, 1, a tot de 1 min 1, a tot de nulde dus, b tot de eerste. Dus met andere woorden staat gewoon dit. Ja. Wel, wat zien we nu? Die C01 en die C11 die zijn allebei gewoon gelijk aan 1. En dus eigenlijk kan je zeggen dat die, als je die rijen, dat je die rijen die hier staan, ook nog op een andere manier kunt interpreteren. Hier staat deze rij, maar die, eigenlijk de hele eerste rij is A plus B tot de nulde. Maar A plus B tot de nulde is altijd 1, hè, dat weten jullie ook. A plus B tot de eerste, dat is 1 keer A plus 1 keer B. Juist, hè? Kent iemand nog de formule toevallig voor A plus B kwadraat? Zeker wel, hè. Formule voor a plus b kwadraat. Dat is zo'n merkwaardig product, hè. Weet je? A kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Ja. A kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Wel, nu mensen, ken ik er hier? Dat is eigenlijk de volgende rij. A kwadraat, dus wat staat er voor de a kwadraat? 1. Wat staat er voor de ab? 2. En wat staat er voor de b kwadraat? 1. Oké. Okay. Ik kijk naar je begrijpt, is er iemand die mij de formule kan geven voor a plus b tot de derde? Want die formule die ken je waarschijnlijk niet meer zomaar van buiten. Maar als je een klein beetje redeneert en je hebt mijn verhaal begrepen en je kijkt goed naar de volgende rij, dan vermoed ik wel dat je mij de formule kunt geven voor a plus b tot de derde. Wie probeert? Misschien als tussenstap gewoon een keer die voor de tweede laten zien. Enfin, ik kan die nog niet laten zien, maar kijk, dat is dus deze. Hè. Dus voor n gelijk aan 2 heb je a plus b kwadraat. Ja. En dus wat doe je dan? Dan heb je, als ik dat gewoon uitschrijf, c02a kwadraat, b tot de nulde, maar dat valt weg, c12ab. Ja, als k 1 is en n is 2, dan staat hier a tot de 2 min 1, b tot de 1. Hè. Dus a en b allebei tot de eerste. En c22b kwadraat. Dus er staat, dat is 1, dat is 2, dat is 1. Dus er staat inderdaad, perfect, a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Snap je? Juist, hè? Dus voor n gelijk aan 2 is dan alleszins correct. Ik herhaal mijn vraag. Is er iemand die mij de ontwikkeling kan geven voor a plus b tot de derde? A kwadraat plus 3ab plus nog een keer 3ab of zo, plus b kwadraat. Hey, dat kan u toch niet? Als je een derde macht, en er, ja, komt, zelfs geen, er komt zelfs geen derde macht in voor in uw antwoord. Komt er geen derde macht voor? Dat kan u toch niet? A tot de derde plus 3ab. Ja, nee, of a tot de derde plus 3a plus 3b plus b tot de derde? Nee. Nee, maar je moet een keer opletten. Kijk, als je de machten van A en B bij elkaar optelt, dan moet je altijd 3 bekomen. Dat is bij jou niet voldaan, hè? Hè, als je de machten van A en B optelt, dan heb je altijd N. En N is bij mij gelijk aan 3. Dus dat moet wel kloppen. Arie, u probeert. Kom aan, dat is haalbaar, hoor, mensen. Je moet gewoon dat systeem doorzetten. Meer niet. Moet je dat niet gewoon bij AB nog een kwadraat zetten? Ja, oké. Okay, maar dus, ja, je moet bij AB kwadraat zetten. Dat is niet zo precies, hè? Kun je het precies formuleren dan?
Iemand? Ah, er is een voorstel. 3a kwadraat b plus 3ab kwadraat. Ja, dat is juist. Okay. Dus inderdaad. Dus wat heb je? Voor a plus b tot de derde. Begin je met a tot de derde. Dan heb je, lees af, 3. En wat moet je doen? Je moet eigenlijk je macht van a laten zakken. En tegelijkertijd de macht van b beginnen opbouwen. Dat is eigenlijk wat die formule, dat binomium van Newton, mij vertelt. Dus je begint met a tot de derde. De volgende term laat je die macht van a zakken. Dus dat wordt a kwadraat. Maar dan moet je natuurlijk de macht van b beginnen toevoegen. Dus a kwadraat b. Oké? Okay? Dus er staat 3a kwadraat b. Deze is 1, deze is 3. De volgende term, we hadden a kwadraat b, moet je de macht van a laten zakken. Dus a. En moet je de macht van b opbouwen. Ja, dus gaan we naar ab kwadraat. Ja, wat ook weer logisch is. Dus krijg je 3ab kwadraat. En bij de laatste term, tenslotte, moet je de macht van a verder afbouwen. Maar we hadden al a gewoon staan, dus dan valt a gewoon weg. En dan krijgen we nog b tot de derde. Dat is het enige dat we overhouden. Snap je? Dus eigenlijk die driehoek van Pascal, dat is toch wel iets speciaals. Hè? Dat is iets heel speciaals, zit daar heel veel in. Je hebt die somperij, je hebt die formule van Stiefel-Pascal om de driehoek op te bouwen. En je hebt dat binomium van Newton, zo noemt men dat. Ja, dat is die formule die daar staat, die u eigenlijk ja, de alle machten kan geven van een willekeurige som van twee getalletjes a en b. Ja. Wil jij uitrekenen waaraan a plus b tot de tiende gelijk is? Ja, dan moet je dat gewoon doen door deze coëfficiënten in die rij te gaan zetten. Daar komt het op neer. Dus a plus b tot de tiende, wat zou dat zijn? A tot de tiende. Ja, we beginnen altijd met a tot de tiende. Dan 10. En dan moet je nadenken, hè. A tot de negende b. Waar moet u a afbouwen en uw b opbouwen? Dan heb je 45 a tot de achtste b kwadraat. Snap je? En zo ga je verder. Dus 120 a tot de zevende b tot de derde. 210 a tot de zesde b tot de vierde. 252 a tot de vijfde b tot de vijfde. En dan, hè, merk ook op dat je dan ook de symmetrie begint. Hè. Moet je goed kijken. Ja, je kunt daar eigenlijk die 252, en links staat 210, maar rechts ook. Hè. En twee verder 120, en rechts weer ook. Hè. Er zit daar enorm veel symmetrie in ook. Snap je dit? Hoe dat opbouwt? Ja. De vraag zal een beetje blijven op dit moment. Ja, maar meneer, alleen, wat moeten we daar nu precies van kennen? Ja, want ja, moeten we die driehoek kunnen opstellen? Ja, uiteraard moet dat kunnen. Maar ik heb wel wat oefeningen om te tonen wat je daar nu precies moet van kennen en kunnen. Hè. Want dat gaan we nu wel een keer oefenen. Ça va? Tot hier? Overtuigd? Zijn er mensen die dat al een keer gezien hadden? Reageer in de chat, mag altijd. Zijn er mensen die dat al een keer gezien hadden? Florian, jij had een opmerking ook, merk ik. Zeg maar hoor. Of is het gewoon zeggen van ja, ik heb het al gezien. Meneer De Vries in derde, kijk, in derde zelfs. Stel je voor. Ja, is goed hè? Voilà. Dus eigenlijk, ja, dus moedig van hem dat hij dat een derde uitlegt. Maar eigenlijk heb je de combinatieleer nodig om het heel goed te begrijpen. Hè? Want ik vermoed dat hij dan, Florian, over combinaties wel niets zal verteld hebben. Hè? Dus het heeft blijkbaar ook met die combinatieleer te maken. Oké. Okay. We gaan dat oefenen. Dat is het laatste dat we nog moeten doen in dit hoofdstukje. De volgende keer, hè, volgende week zal dat zijn. Hè? We zullen zien hoe ver we morgen raken na de toets. Maar we gaan eerst de oefeningen afwerken. Dus wat moet je bijvoorbeeld kunnen? Je moet een ontwikkeling kunnen geven voor a plus b tot de zevende. Dat moet je zeker kunnen. Hè? Betekent dat dan dat je... Hè, het zijn soms leerlingen die denken, oh meneer, dat betekent dat wij heel die driehoek moeten gaan opstellen. Hè, snap je? Tot aan de zevende rij. Ja, je zou dat kunnen doen. Hè? Je zou kunnen die driehoek gaan opstellen. Hè? Als dat zeven is, dan is dat nog te doen. Hè? Je begint met 1, 1, 1, 1, 2, 1 en je bent begonnen. Hè? En op die manier kan je tot de zevende rij gaan. Eigenlijk de achtste rij, om precies te zijn, want dat is eigenlijk tellen vanaf 0. Hè? Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. De bedoeling, als ik daar in plaats van die 7, als ik daar een 37 zet, dan denk ik niet dat jullie de moed gaan hebben om 38 rijen onder elkaar in een driehoek te gaan opstellen. Dus dat moet je een beetje vermijden. Dus ik wil bijvoorbeeld wel dat je die formule voor dat binomium van Newton, dat je die wel begrijpt en dat je die kent. En dat is deze formule. Hè? En dat moet je echt kennen, sorry, dat is belangrijk. Dus en je moet dat op de juiste manier studeren. In die zin, dat je moet weten van, wat staat daarin? Staat daar altijd CK uit N, de CK7, dus dat zijn die binomiaalgetalletjes, die staan daarin, mijn N is 7, de CK7, dat is de coëfficiënt. Dat moet je onthouden, de binomiaalgetallen zijn de coëfficiënt. En dan heb je altijd de AB die voorkomt. En je moet er alleen voor zorgen, wat belangrijk is, dat is dat de som van die twee altijd 7 is.
Dus de eerste noem je 7 min k en de volgende k. Mocht ook om een keer doen, hè. Mocht ook de eerste k noemen en de tweede 7 min k. Dat is hetzelfde, hoor. Dat maakt niet uit. Maar ik onthoud gewoon, die machten, som van die machten, ja, die moet gelijk zijn aan die 7. Want dat is altijd wat er gebeurt in mijn ontwikkeling. Daar ik erop letten, ik heb dat gezegd, hè. Omdat de a altijd afbouwt, maar simultaan de b opbouwt. Zodanig dat die som van die machten altijd gelijk was aan die n. Dus in dit geval 7. En dan moet je die som nemen, vandaar een somteken. Je begint altijd bij 0, er is geen enkele uitzondering. Je begint bij 0, je eindigt bij 7. Dus je moet zorgen dat je 8 termen in de ontwikkeling hebt. Want van 0 tot 7, dat zijn 8 termen. Snap je? Dus dat is de manier waarop je dat moet onthouden. Zit dat niet van buiten te leren. Hè? Zo van, hè, dat raar teken, k van 0 tot 7, ck. Nee, probeer na te denken van, wat staat hier nu eigenlijk? De coëfficiënt is je binomiaal getal, ckn. De ab, de juiste machten van a en b, zodanig dat de som gelijk is aan n. Dan heb je het eigenlijk altijd juist. En dan moet je kunnen opschrijven, dus dat is wat rekenwerk, hè? Meer niet. Hè? Kun je proberen? Allee. Wie kan mij de eerste term geven in die ontwikkeling? Wat gaat dat zijn? Zoek het niet te ver, het is ook vrij logisch, hè, dat dat is. De zevende? Natuurlijk, ja. Hey, je kunt het toch ook niet naast kijken. Hè? Ik bedoel, a plus b tot de zevende. Als je dat hier nu allemaal niet weet, hè, hoe gaat dat beginnen? Dat gaat beginnen toch met a tot de zevende. En waarmee gaat het eindigen, denk je? B tot de zevende. Tuurlijk. Gebruik ook uw gezond verstand. Hè. Denk aan de formule voor a plus b kwadraat. A kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Dat begint met a kwadraat, dat eindigt met b kwadraat. A plus b tot de zevende begint met a tot de zevende, eindigt met b tot de zevende. Het zou wel zijn. Dus die eerste term gaat niet moeilijk zijn. Hè. Interessanter is, kijken of je het begrijpt, wat is de tweede term? Wat komt er na a tot de zevende? A tot de zesde b. En de coëfficiënt is 1? Ja, 7 maal. Ja, inderdaad. Oké. Okay. De zesde b. Voilà. En dan is hij vertrokken. Hè? Dus zo moet je het doen. Dus je begint met... Dus de eerste... Allez, voor mij moet je niet opschrijven C07. Hè. Je mag terecht schrijven, dat is gewoon 1. Hè. Dat is gewoon a tot de zevende. Dat is zo logisch. Hè. Dat, bedoel, dat is evident. Hè. En op het einde ook. Hè. Op het einde heb je gewoon b tot de zevende, uiteraard. Maar dan... He, moet je in twee fasen nadenken. De eerste fase is de makkelijkste fase. Dat is, je moet je A afbouwen, B opbouwen. Dus je krijgt zeker iets met A tot de zesde B. En je coëfficiënt, dan moet je gewoon kijken hoe ver zit ik. Niet vergeten, ik begin te tellen vanaf 0. Ja, C07, dus ik zit aan C17. Ja, en C17 is gelijk aan 7. Hè. En dan ga je gewoon verder. Een keer dat je dat systeem door hebt, zit je verder. Hè. Dus C27, A tot de vijfde B kwadraat, C37, A tot de vierde B kwadraat, C47, enzovoort. En op die manier kan je het opschrijven. En natuurlijk, in de laatste fase moet je al die coëfficiënten berekenen. Snap je? Dus ik vind wel dat je dit moet kunnen. Ja? En ik hoop dat je echt niet moet beginnen zeggen van ik moet eerst al die vorige rijen hebben tegen dat ik... Maar dat zou je ook kunnen doen. Hè? Je zou het kunnen alle vorige rijen opschrijven om dan de volgende rij te bepalen. En op die manier heb je ook de coëfficiënten, uiteraard. Maar je voelt aan, als ik daar 37 van maak... Natuurlijk, ja, ik ga je geen oefeningen geven waarbij je een ontwikkeling moet maken van a plus b tot de 37ste. Dat ga ik niet doen, maar ik ga je straks dan tonen hoe ik het wel kan doen. Nu, we gaan hier een keer eentje willekeurig uitpikken. Iemand die mij een keer C47 kan berekenen. Waaraan is dat gelijk? C47. Allee, kom aan, uit je hoofd zelf. Kijk, ik ben aan het nadenken. Voilà, ik heb het. Zo rap moet dat kunnen. Hoeveel is C47? Gisteren de nadruk opgelegd dat je die combinaties vlotjes moet kunnen berekenen. Hoeveel is C47? Ja, dat is juist. Dat is 7 maal 6 maal 5 verdeeld door 6. Klopt, hè. 7 faculteit op 3 faculteit, 4 faculteit. Dus je moet bovenaan tot en met 5 gaan. Vanaf 4 valt alles weg en deel door 3 faculteit. Dus 7 maal 6 maal 5 verdeeld door 6. Dat is 7 maal 5, dat is 35. Zo moet je dat kunnen. Voilà, klopt. 35. C37 is ook 35 trouwens, uiteraard. Om op hetzelfde neer. Snap je? Dus dat is een eerste iets dat je moet kunnen. Dus ik wil wel dat je dat binomium van Newton, dat je dat
begrijpt. Hè? Dat je weet van, hoe moet ik dat nu precies gaan toepassen? Nu, dit vind ik nog niet ideaal. Hè? Want het nadeel van die oefening is, als ik daar a plus b tot de 38ste zet, hoeveel termen ga je dan hebben, trouwens? Hoeveel termen bevat de uitdrukking a plus b tot de 38ste? 39. Juist. Maar dat geef ik toe, dat is een onnozel oefening. Hè? Dat zou een onnozel zijn, hè? Want dan moet je dus echt wel 39 van die termen gaan uitrekenen. Hè? Dat willen we niet doen. Hè? Dus je voelt wel aan, we moeten wel nog iets anders kunnen dan dit. Oké. Okay. Vul de lijn aan. Allee, kom. Dat zie je hopelijk. Vul de lijn aan. Oké, okay, wat heb je gebruikt? Symmetrie. Ja, perfect. Zo moet je dat doen. Simpel, hè. 28,81. En je hebt het meteen direct gedaan. Het gaat natuurlijk over de n gelijk aan 8. Dat zie je meteen, hè, want eigenlijk, ja, het tweede getalletje, daar kan je daar. Hè. Het tweede getalletje is C18, by the way. Hè. Dit is altijd C0 uit n. Aan het eerste getal kan je de lijn niet herkennen, hè. Waarom niet? Aan het eerste getal kan je nooit weten over welke lijn het gaat. Leg uit. Dat is altijd begin met 1. Natuurlijk, ja, ze beginnen allemaal met 1. Ja, want C0N is altijd gelijk aan 1. Het tweede getal zegt u over welke rij het gaat. Zegt u over welke N het gaat. N gelijk aan 8. Simpel, hè? Oké. Okay. Wie heeft bij de volgende lijn? Excuseer. Als je een paar termen heeft van die volgende lijn, is het al gedoes. Het is niet zo moeilijk, denk ik. Een 9,84? Nee, dat is niet juist, denk ik. Of wel, wacht. Hè. Nou, moet ik kijken, wordt dat bevestigd of niet? Ik heb 36, of ja, 1,936. Ja, ik denk dat dit er juist is. Ja. Dus wat je moet doen is gewoon het systeempje toepassen. Hè. Dus dat is hier hetzelfde. Dus wil je weten van wat is die volgende lijn, dan begin je met 1. En dan moet je de formule van wat we genoemd hebben, Stiefel-Pascal. Dus 1 plus 8, 9. Ja, die 1 plus 8 is 9. Dat geeft mij de volgende term. Weet je nog? 8 plus 28, 36. 28 plus 56, 84. Dus je had er eentje overgeslaan, denk ik, Victor. Enzovoort. Ja, en weer de symmetrie trouwens. Hè. Als je aan 126 komt, de volgende is terug 126, dus dan kan je dat terug afbouwen. Hè. Dus dat is de negende rij. Snap je? Dus dat moet je kunnen. Hè. Dat is de driehoek van Pascal moet je kunnen begrijpen, uiteraard, op deze manier. Ik denk nu wel dat dat haalbaar is, hè, mensen. Dat lijkt me niet het moeilijkste dat er is. Oké, dat is denk ik bijna de laatste oefening die daaromtrent echt belangrijk is. En die is wel, dat vind ik dan wel een mooie toetsvraag om het te gaan doen. Laat het me nog eentje tonen. Hè. Dus ik wil de coëfficiënt berekenen van x tot de zesde en x kwadraat plus 1 tot de zevende. Dan zou je kunnen, er zijn twee manieren om dat op te lossen. Hè. Een eerste manier is uiteraard heel die ontwikkeling van x kwadraat plus 1 tot de zevende gaan opschrijven. Net zoals dat we gedaan hebben in oefening 1. Dat is nu nog te doen, hè, want het is de zevende macht. Maar je komt natuurlijk wel snel in de problemen dat die zevende macht hier de 37ste macht wordt. Ja. En de vraag blijft wel zinvol. De vraag blijft zinvol. Wat zou de coëfficiënt kunnen zijn van een bepaalde x tot de zoveelste en die 37ste macht? Dat is nog altijd haalbaar om dat te berekenen, zonder dat je al te veel werk hebt. Hoe doe je dat dan? Hoe los je A op, zonder dat je heel die ontwikkeling moet maken? Nou, dat wil ik je tonen, dat is niet zo moeilijk. Hoe moet je dat doen? Eigenlijk moet je gaan kijken, die x kwadraat plus 1 tot de zevende, daar zie je dat bijvoorbeeld x kwadraat de rol kan spelen van A, en dat 1 de rol kan spelen van B. En dat mijn n gelijk is aan 7. Dat is duidelijk, hè? Dus dat betekent dat elke term, hier staat die term, dat moet je dus wel weten, die term ckn, a tot de n min k, b tot de k, elke term is van deze vorm. ck7, want n is 7. A tot de 7 min k, maar a is x kwadraat bij mij, maal b, maar b is gewoon 1, tot de macht k. Zijn we akkoord? Juist, hè? Nu gaan we dat proberen, dus elke term is van deze vorm. Nu gaan we proberen dit een beetje te gaan vereenvoudigen. Wat kan je daaraan vereenvoudigen, mensen? Bekijk dan een keer. Ik
Meneer, ik heb een vraag. Wat doet de x op de zesde? Wat moet je daarmee doen misschien? Lees de vraag. Bereken in elk van onderstaande gevallen de coëfficiënt van x tot de zesde en x kwadraat plus 1 tot de zevende. Ik snap het niet. Je moet de coëfficiënt berekenen van x tot de zesde. Dat betekent, wat staat er voor x tot de zesde? Bijvoorbeeld, ik geef u een voorbeeld. Dus, x tot de vijfde, of? Nee, de coëfficiënt. Bijvoorbeeld, de coëfficiënt in deze uitdrukking van a tot de vierde, b tot de derde, is 35. Dat is het getalletje dat ervoor staat. Dat noemen we de coëfficiënt. Dat is een heel bekend woord in wiskunde, hoor. Ça va? Dus bijvoorbeeld, de uitdrukking 18x tot de zesde plus 1, de coëfficiënt van x tot de zesde is daar 18. Oké. Okay. Nu, ik herhaal mijn vraag hier. Kunnen we daar iets aan vereenvoudigen? Deze term. X tot de 14 min 2k. Ja, en die 1 tot de k, waar is dat naartoe? Maal 1. Ja, maar dus maal 1. Allee, je mag het ook gewoon weglaten, hè. Ja. Dus 1 tot de k. 1 tot de k, mensen, dat is altijd 1, hè. Dus dat is wel handig. 1 tot gelijk welke macht is 1. En inderdaad, maar heel blij, je hebt daar het product van die twee machten genomen, dus je kunt dat perfect vereenvoudigen tot x tot de macht 14 min 2k. Allee, kijk daar een keer naar. Waaraan moet k gelijk zijn? Denk goed na. 4. Sorry? 4. 4? Ja. Ja, klopt. Want, kijk goed, je wil de coëfficiënt van x tot de zesde. Maar dus wat moet er gebeuren? Dat betekent dat die 14 min 2k 6 moet zijn. Ja, hè? Dat is wat je wil. Je wil die 14 min 2k gelijk aan 6 hebben, in die uitdrukking. Dus kan je natuurlijk k berekenen. Dus is k natuurlijk direct, ja, k is 4. Hè? Dus wat is de coëfficiënt dan? Wat staat er voor die x tot de zesde? C47. En hoeveel is C47? 35. Ik heb het. Snap je? Dus met andere woorden, je hoeft niet heel die ontwikkeling te gaan maken, hè, van die x kwadraat plus 1 tot de zevende. Dat is hetgeen dat ik u wil tonen. Je pakt gewoon een willekeurige term, je weet dat n 7 is. Ja? Je identificeert a en b. Wat geef je de rol van A, wat geef je de rol van B? En je rekent een beetje. En je bent er.